Hoi, vandaag heb ik een spelletje voor je. Je hebt daarvoor nodig een pingpongballetje en een knikkerkuiltje. Maar ik heb geen knikkerkuiltjes thuis, dus ik ga je even laten zien hoe je heel snel knikkerkuil kan maken. Je pakt gewoon even een blaadje, dan knip je een rondje. En dat hoeft allemaal echt niet zo helemaal een perfect rondje te zijn. Want dat doe ik ook niet. Ik knip een beetje in het wilde weg. En dan heb je ongeveer een soort van rondje. Nou, wat doe je dan? Daar knip je een rondje uit. Zodat je dadelijk eigenlijk een ronde rand hebt. Kijk, dit. Kijk, en je ziet, het is zeker niet perfect, maar dat is voor deze opdracht ook helemaal niet nodig. Knip je even in. En wat je dan doet, is je legt twee stukken, gewoon een klein stukje over elkaar. Kijk, dan krijg je eigenlijk een soort van opstaand randje. Pak ik even plakband. Of je doet het met lijmvast of met een paperclip, dat kan ook. Ik kies nu even voor plakband, want dat is even het makkelijkste. En dan heb je hier eigenlijk je knikkerkuiltje. Die gaan we op de grond zetten. En dan ga ik zo meteen aan Renske vragen of zij het balletje in het knikkerkuiltje wil blazen. Wat heeft dit met rotsen water te maken? Concentratie en rust. Want als jij als een malloot gaat blazen, dan wordt het één grote storm en kun je dat pingpongballetje overal onder vandaan plukken, onder de bank of onder de tafel. Dus als jij rustig bent en rustig blaast, dan heb je de meeste kans dat je het in het knikkerkuiltje gaat blazen. Pak even deze. Die is niet zo hoog namelijk. Oké, Renske gaat even een demonstratie geven. Hoppa. Oh, deze was eigenlijk wel heel makkelijk. Nou had ik er nog één gemaakt. Die is ietsje hoger. Kijk, zoals je ziet. Daar heb ik de binnenkantjes wat verder over elkaar gedaan. Dat is volgens mij een iets grotere uitdaging. Dan moet je mee vasthouden. Ja. Oh, netjes. Dit ging heel snel. Ze heeft er straks wel even voor nodig gehad. En als ik heel eerlijk ben, het is mij nog niet gelukt om hem in het kuiltje te blazen. Dus ik heb nog een taak vanmiddag. Veel plezier!